hier staat hij ook tegenwoordig in. Het Louvre wordt bewaard. In 1820 was het de Franse kunstverzamelaar Saunier die het hier heeft weggeroofd. En uiteindelijk is het dan gelukkig toch op een goede plek in het Louvre terechtgekomen. En sinds de jaren 30 is deze gipsen afgietsel hier ingevoegd, die heel hard achteruit aan het gaan is. Wat minder detail vertoont dan de Louvre, het Louvre-exemplaar. Maar toch zullen we hier nog een heleboel kunnen herkennen. Wat we in de eerste plaats zien is dat de vier windrichtingen worden gemarkeerd in de vorm van deze godinnen. Die de schijf, de hemelschijf als het ware, op hun hoofd en op hun handen dragen. Dus op vier punten, de vier kardinale punten, zullen we de godinnen aantreffen van de windrichtingen. Tussen hen in steeds twee met valkenkoppen voorziene hulpgoden, die geknield weergegeven staan. En die ook meehelpen om die schijf te draaien. Want dat is het, hè? Die schijf die staat natuurlijk nooit stil. Die draait gedurende de nacht. Dat is wat er gebeurt. Het begin op het dak, ja, bij het begin van drie ruimtes die elkaar opvolgen, die dienst deden tijdens het belangrijke Osiris-mysterie. Niet alleen aan deze kant van het dak, maar ook zometeen aan de oostkant zullen we soortgelijke kapellen gaan zien. Eigenlijk zijn het dus zes kapelletjes die gebruikt werden in die vierde maand van het overstromingsseizoen, om daarmee het Osiris-mysterie vorm te geven. Er zit een hele duidelijke sequentie in de opstelling van deze kapellen. Dat wil zeggen, we kijken hier nog naar een ruimte die open is, gewoon niet overdekt. De andere, daar valt nog wat daglicht naar binnen en de laatste is de meest belangrijke, de meest mysterieuze. En die kapellen zijn bedoeld om er de wederopstanding van Osiris mee te laten plaatsvinden. Met de wederopstanding van Osiris wordt eigenlijk ook de wederopstanding van de natuur bedoeld. Het is ook niet voor niets dat het in de laatste maand van het overstromingsseizoen gebeurt, omdat daarna natuurlijk de gewassen zullen gaan groeien. Oh, ja.